Zijn eerste baantje was administratief, maar hij wilde zelf veel liever met zijn handen werken. En dus werd hij schoenenmaker, schoenenverkoper, kroegbaas, sexshop-exploitant en bedrukte hij t-shirts. Daarnaast maakte hij als zanger diverse platen. In 1993 nam zijn carrière een zeer verrassende wending, want in dat jaar richtte hij met een paar vrienden in Assen de politiek logisch oprechte partij op. Hij behaalde uiteindelijk 8 zetels en werd wethouder. Maar de politiek bleek toch niet zijn ding. En teleurgesteld en met een burn-out keerde hij Plok en Assen de rug toe en vertrok hij naar Antwerpen. Hier is Willem Holman. Kom maar hier naar Willem. Ja jongens, rustig aan, ik kan niet zo hard. Nou, je gaat veel te hard. Ja? Dit komt wel goed. Alleen even met rechts als je wil. Hoe zeg je dat? Alleen rechts. Ja, dit gaat heel soepel. Ja. Dag Willem. Dag Peter. Vanuit welkom. Ja. Ja, leuk jongen, dat je even vanuit jouw eigen eilandje, ik noem het nog maar even, van de oud-politiek, hier op mijn eiland bent gekomen. Dit is helemaal jouw eiland. Dit is helemaal mijn eiland, ja. En het leuke is, dat past me een beetje bij, volgens mij, alles mag en alles kan, maar ik heb wel een paar regeltjes. Oh, nou vertel. Dus even met me meelopen. Nou, welkom, uiteraard. Wees niet bevreesd. Wees uzelf. Ja. Wees eerlijk. Ja. Wees dienstbaar. En als je gaat. Wees gegroet. Ja. Heb je ergens problemen mee? Ja. Nee. Ik vind het goed. Oké. Nou, leuk jongen. Dan mag ik jou, als je ervoor gaat, de versiersel van Kleine Heemstede omhangen. Nou. Alsjeblieft. Super. En ja, laat ik je meteen vragen of je even hier wil gaan staan. Zo. Want het lijkt me aardig als je jezelf even kort aan de kijker introduceert. Kort. Aan de hand van iets wat ik je even laat zien. Ja. En dat ben je zelf. Dat ben ik zelf, ja. Hey. Wie staat hier? Ja, dat is Willem Holman. Ik ben 55, ik zeg altijd dat ik 45 ben. Maar zo oud. Wat moet ik dan nog meer vertellen? Nou, ben je tevreden met wat je ziet? Ja, dit is wel een waailaap. We gaan lekker zitten. Goed, ja. Geboren in Zeijen. Ja. 1953. Nee, 64. Nee, 52. 52. Ja, ik heb 1 broer, dus we waren met 2 broers. Hendrik, ja, wat weet je daar? Ja. Want je ging eerst naar de Mulo. Ja. Een tijdje. Ja. Dat is niet zo heel lang. Ik wou helemaal niet leren, joh. Ik kon heel goed leren, maar ik had er eigenlijk helemaal geen zin aan. Nee. En ik wou wel gewoon naar de handbalschool. Ik wou wat meer doen met de hand. Ja, waarom deed je dat niet dan? Ja, maar dat is dan, dat was eerder anders dan nu. Want ik wou naar een andere school. De leraar van de school die zei, hij moet naar de ABS. En toen hebben mijn ouders maar een beetje de grote tussenweg genomen. En daar heb ik ook geen zin aan. Ik wou wat meer, daar ben ik nog altijd mee bezig met dan. Nou, ja, je bent gestopt met de Mulo, die opleiding. Ging ook nog geen koffie of zo? Weer wat drinken. Dat zit ik te voelen met de verzinking natuurlijk. Nee, maar ik kan wat zeggen. Wil je koffie? Ja, ik heb wel zin. Nou, ik heb al zin in een colaatje. Ik schrijf voor jou koffie in. Als jij nou voor mij de cola even pakt, die staat daar. Aan het einde van het eiland. Aan het einde van het eiland? Ja, zit je er nou voor de gang houden? Gewoon daarheen. Wel op het. Oh, daar loop maar heen. Je zit me gewoon. Hij zit me gewoon een oor aan te draaien. Natuurlijk. Gekoelde drank. Ja, ja. Ik denk, ik gooi de butter in. Ik gooi het. Ik denk, ik ga me zo drukken. Ja, nou, gekoelde dranken. Nou, wat zo? Nou, dit zou dienstbaar zijn, maar cola is niet pakken. Maar. Nou, wat moet ik er nou met aan? Het is diep. Zoiets. Zo? Nou, net met die bal met water. Ja, ik weet het. Ik ken de afmeting niet, zeg maar. Maar neem maar van mij naar de ronde, want dan begint het met de zak. Wat zou je doen? Ja, het is niet koud, dus ik zou er zo in jumpen. Ja. Ja. Dat is, vind ik eigenlijk al genoeg. Ja? Ja, dat hebben ze hier hangen. Dus als je mag een tafel pakken. Je hebt je wel dienstbaar getoond al. Dat vind ik al goed. Ja, jij liever natuurlijk lekker in Indian dan Dirty Cola. Ja, maar jij weet het. Dat raak aan de kant. Hé, dan ga je aan het werk. Dat ding dat kriebelt zo. Ja, doe maar af, zeker. Ja. Ik ben 16, werk in Groningen bij een boekhouding of een boekhoudkantoor. Dan ben je assistent boekhouder. Daarvoor ben je nog administratief medewerker. Ik kwam er hoe langer hoe meer achter dat ik niet opgesloten mag worden in hockey. Nee. Dus ik denk, dit is het ook niet. Dus toen was in 1972 militaire dienst een uitkomst voor je.
Nou. Kijk, tegenwoordig is de seconde. Als je S5 hebt, dan wordt het leger dus geschapt. Ja. Ik had volgens mij S13 of zo, of S14. Maar ik kwam er niet uit. Dan had ik weer wat uitgereden en dan. Oh, noem eens wat, want deze wel in militaire dienst. Toen was dat nou zo, dan moest je verplicht. Salueren. En dan kwam er weer zo'n hoge oom aan. En dan iedereen up. Ik liep gewoon. Ik deed net of ik die man niet zag. Dus ik liep gewoon deur. En dan ging die man. Hey! Dan denk ik, hey, daar lust ik niet aan, hè? Hey. Dus dan liep ik gewoon deur. En dan vond ik het altijd wel mooi. Er kwam zo'n gedecoreerde sterrenmafkees. Die kwam er achter me aan en die ging voor me staan. En dan denk ik, nou, die man staat me de weg. En dan ging ik even op zoiets. Ja, dus ik ben altijd al een beetje. Ja, dat staat er toen dus al in, dus dat besef ik me ook. Daar staat altijd al een beetje tegen de draad in. Dus je bent eigenlijk in het jaar weinig thuis geweest? Ik heb wel veel vastgezeten, ja. Maar daar had ik ook wel weer trucjes op verzonnen. Wat dan? Nou, dan had ik weer zwaar, dan zat ik boven de wacht. Maar dan op een of andere manier zat ik even later, zat ik wel weer achter in de kofferbak van de auto. En dan hup, dan zat ik weer in de disco. La 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 la. Ben je toen je uit dienst kwam, ben je toen gelijk al met potten en pannen langs de deuren gegaan, of niet? Je weet wel veel. Ja. Hoe kwam ik daar zo bij? Ja. Ja, dat leek me hangt af van toevalligheid, vind ik. Je zat in de kroeg en ik kwam hem tegen, die deed dat ja, ook. Ja, toen was er een die zei, je liet me wel geschikt om potten en pannen te verkopen. Ik zei, potten en pannen verkopen. Nou, dat heb ik toch wel anderhalf, twee jaar aan. Bakken zonder vet en koken zonder water. Je weet alles. Ik vind dat nog, daar ben ik er nog wel trots op, maar les toen ik erop was, zag ik een Canadees blad. Arena werden dat spul. We staan er lang niet meer. En dan stond ik nog in een stadzeler of alles. Dat denk ik, dat vind ik dan wel weer mooi. Ik denk, ja, nou ja. En iedereen in het park en ik gewoon zo als ik ben. Hè. Ik hou niet van dat overdreven gaan doen. Nee. En toen liep ik door de straat en dan vroeg ik een verkoper van schoenen. Ja. Ja, dat was niks met schoenen. Maar ik denk, wat zou ik nou eens doen? Ik zag er staan, verkoper gevraagd. Ik loop naar binnen, die man zegt, hij wil een beetje verstand van schoenen. Ik zeg, ik heb er geen verstand van. Hij zegt, kun je wel verkopen? Ik zeg, ik denk wel dat ik kan verkopen. Ja. Hij zegt, als je binnen een kwartier een paar schoenen verkoopt, zegt hij, dan kun je bij hen. Nee, niet. Nou, dus ik kijk eens naar die handel, ik denk, nou, wat kost dat? En dan kom ik verder en ik zeg, ik zal jou eens even mijn schoenen verkopen. Flikker op met je schoenen, zeg ik. 4 minuten later gingen we met 2 paar weg, hè. Dat is geweldig. Hoe krijg je dat voor elkaar dan? Ja, dat weet ik niet. Toen ben ik de schoenmaker van, de rapper schoenlapper. En vanaf die tijd noemen ze me allemaal nog de rapper. Ja. Rapper Willem. Dat dateert dus vanuit je schoenmakerstijd. Toen kwam de zeefdrukkerij. Nou, ik heb t-shirts gemaakt, Dutch TT, hele funzige t-shirts, maar dat verkocht als een trein. Ja. Dan was ik ineens t-shirt drukker. Wat zit je er allemaal op? Oh, daar had ik Jan Meijer, een hele goede artiest, die heb ik een tekening laten maken van een man. Er lag een vrouw in de blote tokens op de motor, zo achterover. En toen had Jan Meijer, die had er even zijn mannetje, die show met zijn geval. En toen gaf dat mens een straal gas en toen vloekte dat eruit. En toen stond er in zo'n wolkje, plop, stond er. Zodoende ben ik aan die naam komen, plop. Plop. Ja, dat is altijd blijf me hangen. Ja, dan heb je ook nog hele andere dingen gedaan. Motterworstelen. Och, geweldig. Hoe kom je daar nou weer bij dan? Ik was 15 kilo lichter dan nou. En mijn vriendin die wilde meedoen aan modderbadworstelen. Maar er waren geen kandidaten, er kwamen niet in de put. En er was alleen, ik zag dan een klein ventje staan en niemand wil nog verder. Ja. Ik kwam dus een beetje in de luide kamer. Dan zei die man, is er nou niemand? En er werd geldboden en nog meer en beker en 50 gulden bier. Nou, dat interesseerde mij dan niks. Nou, dus mijn vriendin zei, dan doe jij dat dan? Ze zei, moet je kijken, wat een ventie. Ik zei, hij is niet groot. Ik zei, nou, ik had een boksershirt aan, ik denk, nou, wat kan ik? Yo, zeg ik. En iedereen blieft van anders was de afloop, dan was je vent kampioen geweest. Dus ik loop daar zo hen en, dus iedereen, hele tent vol. En toen zegt hij, ik zeg niet die vent. Ik zeg, zo, dus wij moeten straks even in de ring. Hij zegt, niet tegen mij zeggen, mijn kameraad, die zit op het toilet, hij moet zeggen. Ik denk, ik heb nou verkeerd dan. En dan komt me dat dan thuis aan. Nou, ik heb een goddeloos lichaam, maar die had echt zo'n afgetrainde Arnold Schwarzenegger type. Ik denk, ik ook altijd met mijn dikke bek. Ja. Nou, ik ben wel een kwartier bezig geweest. Ja. En ik ben hartstikke glad en snel. Ja. En ik kon dat gewoon niet doen. We waren een kwartier, we waren allebei achter de poest. Hij ook. Ja. Hij dacht dat ik me zo heb neerzocht. Ja, niks. En op een gegeven moment, ik heb een beet. En toen gliert mijn vinger, het is een beetje een funzig verhaal. Gliert zo, ik heb mijn bijna beet, gliert mijn vinger zo in zijn anus. Ja, en toen die vent sloeg mij op mijn kop. Ja, klets, hardbaks. Nou, had ik het van. Ah, geweldig. Oké, we gaan even lekker in het gras zitten als je wil. Je hebt van alles gedaan.
Het laatste wat je eigenlijk van zo'n man verwacht, is dat hij in 1993 in één keer een politieke partij opricht. Plop, de politiek logisch oprechte partij. Ja, dat is ook een ongelukje. Geintje, ja. Dat is... Ik zat in de kroeg en er zaten al die mensen aan de stamtafel weer te zeuren van dit is niet goed en dit is niet goed. En toen zei ik gewoon, jongens, de beste stuurlui staan aan wal. Ik zei, doe er dan zelf wat aan, ga dan in de politiek. Ja, maar hoe moet dat dan? Ik zei, ja, dat weet ik ervan. Het interesseerde me eigenlijk helemaal niks. Maar ik moest toch met mijn vrouw even naar de notaris. Ik zei, nou, dan denk ik dat wel eens vragen hoe dat gaat. Dus ik wacht bij die notaris en die man die laat me weer uit. En ik ben bij de deur. Ik zei, oh, ik moet nog even vragen, hoe gaat dat, een politieke partij oprichten? Dat was dus in 93. En die vrouw die zei, wat ben je nou van plan dan? Ik zeg, nou, wat een gratis reclame. Ik zeg, ik begin een partij, ik zeg, daar reageerden ze vast dan. Ja. Ik zeg, wat een reclame. Nou, dat was ook zo. Stel in de kant, homo rekent op dit en ja. Homo dit. Want die deed niet alleen, want je had nog wel een paar mensen die meegingen. Ja, daar kwam nadat dat in de krant stond. Iedereen die belde me ineens op van, oh, wat goed, we hebben hier helemaal geen onafhankelijke partij. Dus iedereen meldde zich aan en dan heb ik zelf allemaal prominente mensen opgezocht daarnaast. Ik denk, als die geintje uit wat doet, dan moet het goed doen. Ja. Nou, met Hilbert van der Duim? Ja, ah, super. Daar gingen we. Oh, toen lief. Als ik er nou terug heb, moet ik nog wel een blauw. Je zei, ik zal er vast wel reacties op krijgen. Ja, ze zijn allemaal achter jou, man. Dat is, dat wordt niks. Ik krijg helemaal geen zetels. Hadden ze al wat opinies gedaan. Nou, nul zetels. Zelfs vlak voor de verkiezing, nul zetels. Want ja, seks ophouden en de politieke kan niet gaan. Ja, in de seks en dan ook nog politiek. Ik wou ook geen lijsttrekker worden, hoor. Ik wil geen lijsttrekker. Ik zeg, het is allemaal niet even jullie. Ik zeg, en nou ineens... Dan zit ik met mijn dikke kop, ja, maar jij kent een hoop en ze kent jou een hoop. Ja, schoenmaker en een schroefbaas en een seksmannetje. Kennelijk had je, behalve die mensen, ongelooflijk veel assenaren achter je staan. Want in 94 kwam je daar in de gemeenteraad met 5 zetels. Ja, wat dacht je ook nog van schrok? Want ik zat in een restaurant, zat ik te eten met mijn vrouw. En ik kneep hem als een dief. Ik denk, straks kom ik 4 jaar alleen, zit ik daartussen die... Volgens een lelijk woord zetten. Tussen die mafketels, ik zal het netjes doen. Tussen die mafketels en zijn gemeenteraad. Ja. Ik denk, nou, dan ben ik lekker met. Ik denk, dan is dat geintje niet leuk meer. Nee. En toen gaan we u eten, Gees en ik. En toen zit dat Joep van Hek ook in de kroeg. Nou, dus ik. En die man die gaat staan en die zegt van. Ben jij die man waar ik gisteravond grap over gemaakt heb in het theater? Ik zeg, wat ben jij een klein kutfan die man? Ik dacht dat echt grotere fan was, maar ook klein fan. Nou, we hebben gezamenlijk even, maar hij wil geen drank hebben. En op een gegeven moment komen mensen binnen, die zeggen, ze zoeken je overal. Ik zeg, wat dan? Ja, ik moest bij de twee verdenden bij jullie komen. Van 90% in pedo. Ik zeg, doe het normaal, joh, mafkees. Ik zeg, dat zal toch wel niet? Ja hoor. Nou, gelijk de tweede partij van achter. Ik denk, nou, dit is toch ja, ook wel. En dat werd nog erger, want in 98 had je 8 zetels, dus was je net zo groot als de partij van achter. Ja. En ja, maar dat kwam natuurlijk omdat, kijk, ik ben wel een kerel, als je A zegt, moet je B zeggen. Ja. Doe ik altijd. Als ik wat beloof, dan doe ik dat. Ja. Dat, ben ik ook, dat is een eigenschap waar ik heel trots op ben. Ik doe alles wat ik zeg. Ja. En, zoek me geen contract met mij te maken. Als ik zeg klaar, dan is het klaar. Ja. En toen ik dus dat allemaal zeg, dat, van nou, dat wil ik en dat wil ik en dat wil ik, dan doe ik het ook. Ja. Maar waar schopte je tegen dan? Nou, nee. Ik deed bijvoorbeeld onderzoek, dat vond ik zo geweldig om te doen, hè, over het uitgaven. Van het college van BMW. En ik durf het nou wel te zeggen, maar toen ging ik dus naar die mensen doen. Nou, die konden allemaal wel. Nou, en hoe bevalt dat in de politiek? Ja, wat goed, en wat ben je nou aan het doen? Ja, dit. Ik zeg, maar wat moet ik hebben om dit allemaal te vinden? En die waren er goed bij, die zeggen, nooit zeg ik het, zeg maar, dan moet je dus een markie. Ja, ja. Geweldig, want die dwaalden natuurlijk ook met die boeken erin. En wat vond je daar? Ah, dan zag ik dat ze misschien 4 nu eten west waren. Voor 2400 gulden. Flesjes wien erbij van 250 gulden. En dan denk ik, op kosten van een gemeenschap, wat ben je mee bezig? Ja, en dat kaart ik dus breed uit aan, hè? Ja. Ja, super. Dus dat is allemaal wel veranderd. Dat zijn inderdaad dingen, zeg maar, intern in de politiek die aanpakten. Ja. Maar jullie wilden ook assen bruisend maken. Dat was jullie goal. Nou, assen bruisend niet, nog steeds niet. Nee. Dat is ook vechtend in de bibliotheek. Als je 8 zetels hebt, dan denk je, nou, dan heeft 24% van de zetels. Ja. Dan heb je nog 24% tegen. Ja. Je hebt altijd het gevoel gehad dat je alleen maar werd tegengewerkt in de politiek. Ja. Achteraf wel. En ik moet er nog dood op lachen. Maar dat ze 8 jaar zo'n plaatselijke dorpsgekkers dat ik dan als type weer neerzet. Dat ze dat 8 jaar over hebben gedaan. Maar ze konden mij niet pakken omdat ik altijd de waarheid sprak.
Ik hoef er nooit na te denken wat ik de vorige keer zei had. Dus dat is heel moeilijk praten tegen zijn vet, die niet liegt. Nee. Dat zijn allemaal moeilijke vragen. Ja, ik praat nooit meer over de politiek. Daar heb ik eigenlijk ook in mijn leven vragen dat ik denk van nou... Ja, maar ik wil toch even iets weten. Want kijk, het is natuurlijk makkelijk om te zeggen dat iedereen altijd tegen je is. Mm-hmm. Maar je hebt dat ook wel vaak afgeroepen. Mm-hmm. Je zegt van ik vind het een beetje huichelachtig. Ja. Je hebt het geloof ik, stel, interessant, doenerige, eigenwijze nietsnutten heb je Ja, dat was misschien wel wat heel hard. Nou nee, het kan nog harder. Ik vond het gewoon, omdat ze helemaal niks... Het kan nog harder. Je hebt ze ook apenneukers genoemd. Apenneukers? Ja. Je hebt op een gegeven moment gezegd... Ja, dat kan maar zo hoor, want ik kan soms heel raar in de hoek komen. Ik heb absoluut geen respect voor die mensen. Ze hebben geen enkel niveau. Het zijn quotejes, hè, voor jou uit de media. Ja, maar luister, dat zijn dus wel allemaal uitspraken die je doet. Ja, omdat ik zo spontaan, snel en eerlijk ben. Maar je bent ook wethouder. Ja, maar daar sta ik dan niet bij stil, hè. Ja, ik ben ook wel een beetje... Maar kun je dan ook niet voorstellen dat als die collega's dat soort uitspraken over zichzelf in de krant lezen, dat ze denken, jongen, waar ben je mee bezig? Ja, de waarheid is hard, denk ik dan wel eens. Ja, nee, natuurlijk, ik ben ook wel eens te ver gegaan. Ah, dan was ik zo giftig. Dan denk ik, stelletje, sjap, doe eens wat. Allemaal gelullen, dat gehuichel en dat geliegen. Nee, ik kan er niet tegen. Dat kon ik toen helemaal niet tegen. En toen mijn eigen partij me ook nog met messen in de rug begon te steken, toen dacht ik moet wegrijden, jongens. Ja. Maar ik gooi hier onder de deur. Ik was al zo gek aan zenden meer, als ik kreeg geen slaap meer. Ja. Mijn dokter zegt stoppen met, want je valt zo om. Ik vraag 5 pakken rennies in de week soms. Allemaal van dat stress. Ja, ging naar mijn zuur toe. Ja, ik liep me ook, anders kon ik dat niet. Ik krijg nooit meer last van, hè. Dat is alleen maar stress. Op een gegeven moment kan je niet meer, 2001, is het echt genoeg geweest. Over en uit, ik was afgebrand. En niet alleen fysieke klachten had je, maar nou ja, dat je van, toen je opgestapt was, van geen van de collegeleden iets gehoord hebt. Later ook van sommige leden van je eigen fractie gewoon, nooit iets van gehoord hebt. Nee, maar ik bekijk er nog zo. En misschien ben ik daar wat te rechtlijnig in, maar dan denk ik, ja. De waarheid is dan hard en dat kunnen ze dan niet hebben. Ja, en dan ontwijken ze je. Ja. Maar goed, als dat mensen zijn waar je continu mee omgegaan bent. Ja, ik zag dat min of meer. Er zaten een paar bij, die zag ik als vrienden. En ineens helemaal over en uit, hè. Ja. Kijk, als ze tegen mij zeggen, dit gaan we zeggen. We gaan A zeggen. En dan vervolgens, puntje bepaald, die komt zeggen ze B. Ja, dan val je bij mij verschrikkelijk door de mand. Ja. Omdat ik iemand ben, als ik zeg, dat doe ik, dan doe ik dat. Ja. En dan ga ik niet ineens stiekem, wat ik dan al heel erg gewend was in de politiek, van dat draaikomperij. En als je eigen partij dan ook allemaal zo gaat wappen en swappen en de boel bewust ontkennen dat dat nooit gebeurd is. Dan ga je... Dan ben je een stelletje vuile hufters. Ik kan daar niet heen. Maar... En dan ga je 8 uur in de kroeg zitten en dan is het drinken en huilen. Ja, dat was toen die eerste avond dat ik er zo verdrietig van was. Ik snapte dat gewoon niet. Omdat ik altijd denk dat iedereen net zo is als mezelf. Ja. Dat je er van de baan kunt. Ja. Dat kan het dus niet en dan stort mijn hele wereld weer. Toen ben je ook gewoon eigenlijk met de Noorderzon vertrokken? Ja, ik ben gewoon weggegaan. En je had zoiets van politiek, nooit meer. Nooit meer. Je past het minimum bij, wegwezen, is een goed eindoefening. Ik heb goed in de keuken kunnen kijken van de politiek. Ja. En ze zal dat altijd ontkennen, maar het is gewoon één... Het is één raar spel. Waarom heb je dan gesolliciteerd voor de functie van burgemeester van Assen? Ja, ook in Leeuwarden. Ja, ik doe eerst Assen maar even. Ja, nou ja, kijk, dat is weer die humor, dat is die Homaniaanse humor. Ik las dat dat Dineke wegging. En toen dacht ik, dit is schort voor open doel. Dit is gewoon een schort voor open doel. Ik denk, even de boel, ik heb het even verkeerd getimed, want ik had het eigenlijk net in eerder naar de pers moeten brengen. Maar ik denk, ik doe net een gek ben en dan ben er even een paar dagen van gaan zitten. Brief geschreven. Ik heb een mooie brief geschreven. Dat moet wel een van de mooiste geweest zijn van al die 18 of 19 sollicitanten die erbij waren. En natuurlijk wist ik dat ik als eerste van die tafel af zou glijden. Ja. Dat wist ik. Tuurlijk. Maar ik denk even die mensen de hik bezorgen. Van, oh nee hè. Nou geweldig. Ik heb er zoveel pret mee gehad met het schrijven van die brief ook. Ja. Heb jij ook een boodschap voor de wereld? Kom, loop even met me mee. Ja. Je hebt een aantal motto's, doe maar gewoon, dan ben je al gek genoeg en dat soort dingen. Loop even met me mee hier naartoe als je wil. Ja, ga maar op. Ja, wees wat liever voor elkaar. Dat klinkt even simpel, maar...
Dat wees wat liever voor elkaar. Ik vind de hele wereld zo verrot aan het worden is de laatste tijd. Al die mensen horen dat niet meer. Die mensen worden immuun voor dat weer 88 doden in Irak en weer zoveel in Sudan. En ik denk, het leeft me zo mooi. Mensen zijn allemaal aan het strijden en aan het doden en aan het moorden, aan het bedriegen. Nou, en allemaal door geloof en door de olie en door de wapens en geld. En wat een ellende is. Het is jouw boodschap aan de wereld. Nou, het maakt er jouw moment van. En moet dan zo onderhands? Of? Het is jouw moment. Het is jouw boodschap. Ja. Ja. Goeie. Maar die roeiers, die pakken dat er toch goed? Nou, dan is iemand die jouw boodschap leest. Ja, en ja, denkt ja, misschien, god, die hoofdman, die is zo slecht nog niet. Allee? Ik ben geen slecht mens. Nee. Ik ben wel een beetje raar. Dwaas, ja, zeggen ze wel eens. Ja, ja, ja. Iedere gek heeft zijn gebrek en ik, ja, heb er meer misschien als een gemiddelde mens. Volgens mij zijn er twee kantjes. Ik bedoel, jij bent iemand die... Grote bek, klein hartje. Een grote bek, maar ook een klein hartje heeft. Ja, ja, maar dat weet ik wel. Ik ken mezelf al een beetje. Hier, als ze me hier zeer doen, dat doet zo zeer, hè. Ja, ik weet niet wat het is. Ik ben nou heel gevoelig. Ik heb een hele grote bek en ik ben nou een heel gevoelig, kwetsbaar pubertje. Want ik ben 24, maar ik voel me echt nog 24. Ja. Hoe ga je om met tegenslagen of met verdriet? Ja, dat probeer ik meestal zelf te verwerken allemaal, ja. Ik kan dat dan ook moeilijk kwijt. Ah, je moet ook niet te diep gaan zagen, man. Wat moeilijke vragen zijn allemaal van die. Dan moet ik even bedenken dat ik even een andere vraag kreeg. Waarom? Dat weet ik niet. Dat weet ik eigenlijk niet. Ik weet eigenlijk niet hoe ik daarmee aan moest. Maar meestal is het zo, als er iets niet gaat zoals het moet, dan... Nou, dan ga ik maar weg. Je vlucht? Ja, vluchtgedrag. Dat was net als in Assen voor 4 jaar terug, toen mijn vrouw zei, nou, ik heb er geen zin meer aan. Toen ben ik gewoon, ja, weggegaan. Want ik denk, dat wordt mij allemaal veel te veel. Ik denk, dan heb ik al dat gezeur van de meest vriendelijke mensen, want ik ben mensenvriend, maar... Dan past me dat even niet dat ik 30 vragen moet beantwoorden in een uur van 10 verschillende mensen. Dan, nee, dat denk ik even, nee, nu even niet. Nee. En dan ga ik gewoon weg. Ik heb nog één vraag aan je. Oh. Wij hebben hier op Klein Heemstede de steen van de wijsheid. Ga je met mij tenslotte voor die steen? Moet ik dan weer wat op zo hebben, maar zo? Nee. Oh. Ga je daarvoor? Ja, zeker. Ik doe overal aan mee. Hier zit hij in. Haal hem eruit. Ja. Til hem op. Het enige wat ik je vraag, Willem, is of je hem hier, ja, met aandacht, ja, gewoon even op wil gaan. Ja, dat ding is 10 kilo, man. Oké. Okay. Ja, wat betekent dat? Zwarte kant is zeg maar ons schaduwkantje. De witte kant is onze lichte kant. Die ligt boven. Dus ik zou je willen vragen of jij hier, Klein Heemstede, iets zou willen prijsgeven. Misschien iets wil zeggen tegen iemand. Of meerdere. Dat je eigenlijk nog niet eerder hebt gedaan. Dankjewel, Willem. Dat weet ik eigenlijk helemaal niet wat ik dan moet zeggen. Het is tijd om afscheid te nemen. Ja. Hé, Willem, ik heb nog een aandenken voor je. Aan dit programma. Graal verhaal. In die maat hoor? Ik denk het wel. Ja. Ik denk dat je erin past. Dus deze mag je meenemen. Nou, ja, vind ik mooi. Bedankt. Hey, ik vond het erg leuk dat je was. Ik ben... Dankjewel. Het gaat je goed. Hoe laat is het? Tijd om weg te gaan. Of zo dan weer. Ja. Ja. En nou, hoe was dat alweer dan? Die boodschap? Een beetje meer liefde, hè? Een beetje liever zijn voor elkaar. Oké, laten we het doen. Overal op de wereld. Niet zo vechten en oorlog en doodmaken. En hoi. Bedriegen en. En zo dat niet. Dat ik dan zo zeg. Dat ik dan de echte vrienden die ik heb. En dat zijn er echt niet zoveel. Kan ik die bedanken voor hun vriendschap. Voor die innigheid, voor het echte. Ik hou niet van vals. Ja, nou ja. Bedankt.
wilt alleen maar weg uit deze stad, waar de kolk hier elk jaar hetzelfde kutprogramma heeft en waar niks is, een bioscoop waar alleen maar twee vuisten van de duivel draait. Dit is niet jouw leven.